natuurlijk. Ja, geen probleem. We hebben een nieuwe camera. Eens kijken of hij het nu goed, goed weer heeft. Ja. Oké, ja, er zijn nogal wat, wat vragen. Dus dan gaan we het toch proberen even op in te gaan. Anders dan zit het toch ook een beetje onrustig. Ja, een van de eerste vragen was inderdaad ook over zelfbescherming. Ja, daar kunnen op zich hele boeken over geschreven worden. Want er zijn ja, echt tientallen, misschien wel honderden manieren om jezelf te beschermen. Een van de problemen is ook inderdaad dat de energiewereld, zoals we net geleerd hebben, eigenlijk vrij complex is, omdat je een hele hoop lagen hebt. En vaak een beschermende techniek werkt op een bepaalde laag. Dus je werkt bijvoorbeeld tegen astrale invloeden of etherische invloeden of ja, tegen levenskrachten. Maar ja, de een werkt niet meer op een ander niveau. Want zeg maar, ieder niveau heeft zijn eigen energieën en zijn eigen, ja, zeg maar, natuurwetten die daar spelen. Een paar van de meest voorkomende klachten. Zeg maar van het oppikken van andere energieën. Een daarvan is eigenlijk een fenomeen van resonantie. Dus het houdt in bijvoorbeeld iemand heeft hoofdpijn en jij komt die kamer binnen en jij hebt dan ook hoofdpijn. Ja, als je weer weggaat van die bron die hoofdpijnenergie uitzendt, dan voel jij je weer beter. Het is aan de ene kant natuurlijk een heel nuttige gave om te hebben, dat jij zo makkelijk kan voelen wat er met de ander aan de hand is, maar dat kan soms ook erg lastig en erg naar zijn. Van nature hebben wij een filter die eigenlijk zegt zoiets van oké, ik voel mij zo en ik straal uit hoe ik ben. En wij doen dat allemaal een beetje ja, tegelijkertijd via ons aura. Stralen wij uit zoiets van oké, ik zit zo in elkaar. En dat is eigenlijk ook onze roep, zeg maar, van oké, of ons uithangbord, zoiets van oké, dit heb ik nodig en zo voel ik me. En sommige mensen stralen wat harder dan anderen en sommige mensen zijn ook wat beter in het oppikken dan anderen. Afhankelijk, zeg maar, hoe hard jij straalt en hoeveel je oppikt, dat ligt voornamelijk ook aan je zonnevlecht. En vaak merk je dan ook als je dus zeg maar ergens komt waar die energie ja, niet zo fijn is, dan voel je een beetje, ja, krijg je een beetje zo'n gespannen gevoel bij je maag. Soms ook een beetje misselijk, een beetje een draaierig gevoel vaak. En, ja, als je dat merkt, dan moet je eigenlijk zeggen van oké, er is hier blijkbaar een energie waartegen mijn zonnevlecht zich verzet. Want die zonnevlecht die probeert eigenlijk jouw energie neer te zetten. Om eigenlijk te zeggen van ja, ik ben hier en ik voel me vrolijk. En de ander heeft zoiets van, nee, er is hier hoofdpijn. En eigenlijk op het moment dat jij dus jezelf niet goed genoeg neer kan zetten, is dit vaak de eerste plaats waar je dat aan merkt. Van oké, dit is mij te veel. Er staat nu te grote druk op mij om in mijn eigen energie te kunnen blijven. Er zijn een aantal manieren om die zonnevlecht te versterken. Goudtopaas, citrien dragen, dat versterkt vaak de energie van die zonnevlecht, waardoor die gewoon wat krachtiger straalt. Je kunt ook labradoriet gebruiken. Labradoriet dat maakt eigenlijk de energie in je aura wat stugger. Dus in plaats van als water wordt het dan meer als een soort ja, gelei-achtig, zeg maar. Waardoor die energieën die langskomen niet meer zo'n grote impact op je hebben. Niet meer zo diep naar binnen kunnen komen. Maar echt ja, veel meer aan de buitenkant blijven hangen. Waardoor je ze veel minder sterk oppakt. Een continue invloed zal nog steeds door zo'n labradoriet heen komen, maar zeg maar een tijdelijke invloed, ja, die heeft gewoon veel meer tijd nodig. Dus als je in een omgeving zit met veel wisselende energieën, dan is een labradoriet vaak ook een goede oplossing. Het voordeel van zeg maar labradoriet is zeg maar dat het verandert je energie niet, het maakt hem alleen maar wat stugger. Dus je behoudt zeg maar nog wel je vermogen om te voelen en je vermogen om dingen te doen met je aura. Citrien werkt wat dat betreft meer als in plaats van dat het geheel wat geleid wordt, maakt hij meer een soort muur aan de buitenkant. Dat houdt dus in dat zeg maar dingen die niet door de muur komen, ja, daarvoor is het prima, maar ja, als er gewoon nog
ja, gaten in de muur zitten of zwakke plekken in jezelf zijn, die komen nog even hard binnen. Dus dan gaat het de hele tijd goed en dan gaat het in één keer helemaal mis. Dus dat is een beetje het punt bij, ja, bij het gebruik van citrine of goud op huis. De basis is ook vaak dat als je, is ook gewoon een beetje de balans tussen, zeg maar, hoe sterk is jouw energie in verhouding tot de energie die op je inwerkt. En als jij gewoon te weinig energie hebt, ja, dan wordt dat nooit wat. Een secundair effect daarvan is ook vaak dat als jij je niet veilig voelt, dan ga je je energie meer naar binnen toe trekken. Dus dan wordt je aura kleiner. Op de korte termijn is dat gunstig, want dan pik je ook minder energie op uit je omgeving. Op de lange termijn, je aura is ook je werkplaats, waar langs je aan jezelf werkt, aan je emoties werkt en aan je gedachten en je inspiratie werkt. Is dus ook dat, zeg maar, door dat gebrek aan ruimte en energie in je aura, dat je ook een beetje, ja, stil komt te staan. En vaak leidt dat ook weer tot depressie en ja, gewoon ook vast komen te zitten. Verlies van, ja, van je intuïtie, je gevoeligheid, je inventiviteit. Dus je wordt heel erg, ja, passief, zeg maar. Daarom is het vaak ook goed om, zeg maar, behalve als je veel in steden zit, om ook af en toe uit de stad te gaan, zodat je aura weer eventjes de ruimte kan krijgen en dat er, zeg maar, de boel weer op gang kan komen, de dingen die vastzitten. Dan zijn er ook nog methoden om je heel specifiek voor iets af te schermen. Want je kunt, zeg maar, jezelf programmeren om een bepaalde energie niet toe te laten. En dat programmeren, dat doe je meestal via een amulet. En zo'n amulet, dat zeg je gewoon, ja, schrijf je effectief een instructie op in de vorm van symbolen van oké, deze energie niet toelaten. Amuletten zijn altijd heel specifiek, dus nog veel specifieker, zeg maar, dan een labradoriet of een citrine. Die maak je dus gewoon tegen een bepaalde energie. Dus je kunt zeggen van oké, nou, deze persoon heb ik last van, ik maak een amulet zodat ik van deze persoon geen last meer heb, dat die energie er buiten blijft. Ja, heeft wat dat betreft relatief weinig nadelen, omdat het ook heel specifiek is. Als je het hebt over energetische aantallen, hebben we nu dus een beetje het meegaan besproken. Een volgende categorie is, zeg maar, de vloek of de zegening, zou je kunnen zeggen. Het is dat iemand niet zozeer zichzelf is, maar energie op jou richt. Dat hij, ja, echt zoiets heeft van, nou oké, ik wil dat jou iets waars over gebeurt, of iets goeds gebeurt, of dat het zus of zo gaat. Dus dat er een heel specifieke energie naar jou toe komt. Zeg maar, de specifieke energie, die moet zeg maar gevoed worden. Want zeg maar, net zoals als ik mijn arm afhak, ja, dan sterft dat af. Het sterft ook met een energie die je naar een ander toestuurt. Van kijk, in het begin doet hij wel wat, maar als hij niet gevoed wordt, ja, dan valt hij gewoon weer stil. Dus wat dat betreft zal zo'n energie continu gevoed moeten worden door de persoon die hem, ja, bij jou naar binnen brengt of naar je toestuurt. Meestal, ja, zeg maar, een energie die niet gevoed wordt, kan alsnog een paar maanden doorwerken. Dus ja, dan kan 3 maanden, een half jaar zijn dat je van zo'n energie last hebt. Dus dat is toch nog een relatief lange tijd. Je hebt eigenlijk van nature ook een afweermechanisme die gewoon zoiets heeft van, hé, dat is niet mijn energie, die werken we eruit. En vaak gaat dat dus vrij snel van, ja, je voelt iets van, oh ja, ja, ik voel me niet lekker, sinds ik die persoon gezien heb. En meestal een dag of 3, 4 later, dan is dat wel weer weg. Want ja, je herkent het gewoon. En ja, door het te herkennen, in de bewust van te zijn, begin je het ook gewoon naar buiten toe te duwen. Dat is eigenlijk ook een ja, vrij natuurlijk proces. Het belangrijkste is eigenlijk, je kunt er, ja, over gaan vechten. Het belangrijkste is eigenlijk dat de persoon ermee stopt. Want de meeste van dat soort aanvallen, die gebeuren eigenlijk onbewust. Dat mensen eigenlijk onbewust zoiets hebben van, hè, Gert, of nee, of ik ben jaloers, of wat dan ook, of boos, of afgunstig. En eigenlijk vanuit hun emotie, ja, ja, laten ze zo'n energie los. Die energieën zijn dus ook vaak heel, ja, heel herkenbaar en dan kom je dus redelijk snel vanaf. En, ja, als zo'n persoon het merkt, dan hebben ze ook wel zoiets van, ja, dat is eigenlijk niet zo goed voor mij dat ik dat doe. Dus meestal valt er wel mee te praten.
als mensen het bewust gaan doen, dan kan dat dus veel lastiger worden, want dan kan het dus inderdaad maandenlang op je inwerken. Het bewust doen is ook veel lastiger, want zeg maar, de energie moet eigenlijk een beetje vermomd worden als de energie van de persoon zelf. Er zijn ook en dan nog moet het langs allemaal verdedigingslinies. Er zijn ook weer een aantal trucjes voor, want zeg maar, je aura is eigenlijk gewoon filter na filter na filter. Dus als zo'n energie via een aura naar binnen moet komen, dan is dat heel moeilijk. Dus dan moet de energie echt lijken op jouw eigen energie. Dus wat er vaak gebeurt is, als bijvoorbeeld jij jaloers bent van nature en iemand anders heeft ook die jaloezie die hij in jou versterkt, je denkt dan al snel van, dat is van mij. En dat wordt dan ook geaccepteerd, omdat het dan een bestaande zwakheid versterkt. Dat zijn eigenlijk de lastigste dingen. En dan eigenlijk als je een energie hebt die wat dat betreft heel anders is, bijvoorbeeld jij bent eigenlijk heel vreedzaam en je wordt opeens heel agressief, dan herken je het ook vaak sneller en dan kun je ook sneller vanaf komen. Dus je eigen zwakheden kennen, is ook heel erg van belang om je goed te kunnen verdedigen. Behalve dus dat er een energie via zo'n aura naar binnen kan komen, dan zijn er dus een aantal niet bewaakte wegen. Seks, lichamelijke aanraking, eten, drinken, kleren, sieraden. Want zeg maar, je bent eigenlijk continu bezig, je lichaam dat moet zich voeden. En dat voedt zich eigenlijk van nature gewoon aan de energieën die al door al die filters van het aura heen zijn gekomen. Dan heb je iets van, dat is allemaal netjes mooi gefilterd, dus dat kan ik opnemen. Maar als je bijvoorbeeld inderdaad eten of kleren of fysieke aanraking hebt, dat wordt niet gefilterd, want dat zit zeg maar in dat fysieke omhulsel verscholen. En dat kan dus direct bij jou binnenkomen. En wat je dus vaak ziet als je het inderdaad hebt over bewuste zwarte magie, dat het vaak gebeurt door iemand een kettingje of een ring te geven of zo. Of iets in het eten te doen. Dus wat dat betreft is het altijd zo van, als je het idee hebt dat er iemand gewoon een negatieve invloed op jou heeft, kijk gewoon, wat heb ik van die persoon gekregen? Welke kleren, geurtje, juwelen, wat dan ook. En zorg ervoor dat je die niet meer draagt of er vanaf komt of goed reinigt of zo. Behalve dus dit soort invloeden hebben we dan ook nog de geesten. Geest is ook weer een verhaal op zich. Geesten kunnen ook weer onbewust van een persoon afkomstig zijn. Bijvoorbeeld, stel Floor die heeft zoiets van, die Hanko die mag ik niet. En het kan zijn dat bijvoorbeeld een van haar gidsen haar kant kiest en die zegt van, Floor mag Hanko niet. Weet je wat, ik ga Hanko in elkaar slaan. Daar ben ik vast blij mee. Maar dus die geesten die kunnen ook vaak iets doen zonder dat ze echt door hun mens gezonden zijn. Maar omdat ze dat het hun een goed idee lijkt. Maar een persoon die kan ook inderdaad weer bewust een geest aanroepen om iemand lastig te gaan vallen. Dus dat kan ook weer onbewust en bewust gebeuren. Vaak hebben meestal heb je er weinig last van, maar als je iemand hebt die daar wat bewuster mee bezig is, die trekken vaak ook meer geesten aan, dus dat maakt ook de kans op zo'n gebeurtenis groter. Want ik was op een gegeven moment ook bij een gezin geweest waar van alles kapot ging, de tv brandde door, de wasmachine brandde door, de magnetron brandde door, het een na het andere. Dat bleek dus uiteindelijk te liggen, omdat de schoondochter had dus ruzie met de moeder van de man. En die vrouw die had gewoon heel veel geesten bij zich. En die hadden zoiets van, wat nou, jij niet aardig tegen ons, wij niet aardig tegen jou. Dus waren een beetje wraakzuchtig. Maar op zich waren het geen kwaadwillende geesten. Die waren gewoon hun mens beschermd. Ja. Maar ja, uiteindelijk kun je dus gewoon met ze praten, zoiets van, maar dit helpt de situatie ook niet echt vooruit wat jullie nu aan het doen zijn, want die boosheid die wordt nu niet echt opgelost, want we worden nog gefrustreerder wat er van jullie mens afkomt. Dus kunnen we dat nou niet anders oplossen. Dus dan heb je het zeg maar meer onbewust.
iets. En ja, die geeft het ook niet altijd van een zo hoog niveau. Dus je hebt ook wat hulp nodig. En vaak weet ik dat wel. Want eigenlijk alles wat leeft, dat wil zich eigenlijk wel verder ontwikkelen, wil wel verder groeien, maar het weet vaak ook niet hoe en wat het moet doen. En als je gewoon kan laten zien van oké, wat heb jij nodig om verder te groeien, dan kan je zo'n geestje bijvoorbeeld zeggen van oké, jij hebt dit nodig, deze ervaring nodig, of energie of licht nodig. Oké, als ik je dat nou geef, dan kun jij verder en hoef je niet meer met dit soort dingen bezig te blijven. En ja, dat is eigenlijk de meest positieve manier voor allebei. Dus in zekere zin wat we nu dus gedaan hebben, ook met dat geestje dat bij Floor zat. Van oké, je voedt er een hogere transformatieve energie aan. En ja, dat heeft zoiets van oké, ik word nu gesteund in het waarmaken van mijn potentieel. Dus ik kan dat lagere lichaam kan ik loslaten en verder gaan. Ja, dat is in principe ideaal. Als je het hebt over een geest die gestuurd is, dat is eigenlijk ook een soort robot die geprogrammeerd is of soms zelfs gedwongen is om iets bepaalds te doen. Het makkelijkste wat je kan doen is vaak zo'n geest vrij laten, want soms heeft hij ook geen zin in en ja, vind ik het eigenlijk ook veel leuker om vrij te zijn. Dus wat je dan wat dat betreft doet, je gaat gewoon kijken waar is de band, zeg maar, tussen die geest die mij lastig valt en de persoon waar je vandaan komt. Als je die band losmaakt, dan is zo'n geest vaak ook zoiets van, oké, bedankt daarbij. Dit is mijn spel niet, zoek het verder maar uit, ik ben er dan ook. Ja, dat is eigenlijk over het algemeen de simpelste oplossing. Er zijn relatief weinig geesten die het echt ervoor kiezen om mensen lastig te gaan vallen uit naam van een ander mens. Dus meestal zit daar een bepaalde dwang bij vanuit het andere mens. Het probleem is een beetje als je dus ruzie krijgt met iemand die zeg maar geesten aan kan roepen en op je af kan sturen of direct negatieve energie naar je toe kan sturen, dat het vaak een soort wapenwedloop wordt. Dus zoiets van, het wordt een uitputtingsslag die soms jaren kan duren van negatieve pakketjes heen en weer naar elkaar sturen. Dat is iets wat je altijd moet vermijden. Wat je dan het beste kan doen, is zeggen, oké, we gaan eens kijken naar de hogere autoriteit, hoe staan die hier tegenover? Dat kan best zijn dat jullie elkaar iets aan hebben gedaan in een vorig leven, dat jij die persoon hebt vervloekt en dat het nu het boontje ons loontje is en dat jij het nu weer op je bord krijgt. Ja, dan is het iets van, het hoort bij mijn lot. Het is iets wat ik moet dragen. Het kan ook zijn dat die ander eigenlijk helemaal dat recht niet heeft om jou lastig te vallen. Buiten de regels valt. En dan kun je zeggen van, dan roepen we eventjes de politie erbij. Nou, de politie in dat soort energievormen is effectief karma. Waarbij je dus zegt zoiets van, heren van karma of eventueel ook geesten hebben ook, zeg maar, bewakers, goden die overheen waken. Dus je kunt ook gewoon zeggen van de doodsengelen of de god van de dood. Dus er worden hier allemaal geesten gebruikt om dit en dat te doen, is dat naar jouw zin? En ook hetzelfde met van deze persoon gebruikt zijn magische of mystieke krachten tegen mij. Karmatisch gezien, is dit een mogelijkheid of een recht van hem? Nou, als dat niet zo is, dan zal een persoon over het algemeen een waarschuwing ontvangen van de juiste instanties. En als hij niet luistert, dan roep je ze weer erbij. Maar meestal na een aantal waarschuwingen, dan hebben de spirituele instanties het ook wel gehad met zo iemand. En dan is het, three strikes you're out. En dan zal deze persoon de mogelijkheid om dit te doen ontnomen worden. Dus het is algemeen vind ik het aan te raden om de autoriteit erbij te halen dan om het zelf uit te gaan kronken. Oké. Kan ik een vraag stellen? Ja, natuurlijk. Zo, als je dus een onbewuste geest van iemand krijgt die op een bepaalde emotie zit, je wil het oplossen, dan kan je dus het beste met die geest gaan praten, zodat hij zich verder kan ontwikkelen. Maar is het niet zo dat
er dan een andere geest weer wordt aangetrokken door die emotie. Ja, klopt. Dat je dus eigenlijk niet echt verder komt. Het is zo'n geest, die is ook meteen jouw leraar of jouw spiegel om jou te laten zien waar zitten nog zwakke punten in jezelf waar je aan moet werken. Ja. Dus in zekere zin dienen zij jou ook om je, zeg maar, op zo'n manier op te jagen. Niet van doe iets aan jezelf, want anders dan krijg je er last van. Ja. Dus dat is ook weer een stuwende kracht, zeg maar. Dus, niet alleen naar buiten kijken van die energie of die persoon of die geest valt mij lastig, maar ook zoiets van het is zoiets van de uitdrukking van cheat me once, shame on you, cheat me twice, shame on me. Dus als je de eerste keer last van krijgt, dan ben je een gemene geest. Maar de tweede keer, dan had je iets aan moeten doen om niet meer zo kwetsbaar te zijn. En dan heb je dus niet aan je eigen groei gewerkt. Dus, maar niemand is natuurlijk perfect. Maar je moet wel heel bewust zijn. Ja, daar ook bewust van zijn. Want het punt is ook van in een grotere, op een grotere manier, zeg maar, is het ook zo dat wij op die manier ook onze aandacht wordt getrokken naar onze blinde plekken. Want bijvoorbeeld wat er ook net met Ria gebeurde, zeg maar, ze is heel bewust, zeg maar, van die hogere kanalen. En daar ben je niet kwetsbaar, maar je zwakke plek, die wordt altijd weer aangeraakt door die lagere krachten. Maar wie is wel bewust genoeg om te merken van, daar gebeurt iets. En dan kun je er ook iets mee. Maar dan kan ze ook zeggen van, dat zijn ook punten waar je sterker in moet staan om gewoon ook die lagere energieën, daar voldoende bewustzijn op te hebben, dat het ook niet zomaar bij me binnen kan komen. Maar juist gewoon langs me heen gaat en zich niet aan mij verbindt of gaat voelen. En zodoende is het gewoon even een keer schudden. Heb je ook nog visualisatietechnieken? Om je daar voor langere tijd tegen te beschermen? Visualisatietechnieken zijn altijd per definitie astraal. Dus dat beschermt je tegen astrale invloeden en niet tegen de echt wat lagere energieën, maar bijvoorbeeld tegen geesten en astrale krachten wel. Etherische krachten dus niet. Dus als je een kracht bindt aan een voorwerp of in ether stopt of zo, dan is dat helaas nutteloos. Een van de meest gebruikte is eigenlijk de heksenspiegel. Dus dat je je voorstelt dat je in een soort spiegelende bol zit. En dus dat al de goede energieën wel naar binnen komen, een soort half toelaat in de spiegel, en de negativiteit teruggekaatst wordt naar waar je vandaan komt. Een andere techniek, die vind ik zelf ietsje mooier. Is een hindoeïstische, die eigenlijk daar een beetje op lijkt, maar ik vind hem zelf altijd veel beter. Die hindoeïstische techniek gaat eigenlijk vanuit dat eigenlijk jouw God ook in jezelf zit en in je hart woont. En dat eigenlijk God wat dat betreft een liefdevolle relatie heeft met alles en dat dus niks ook God aanvalt. Want het is allemaal God. Dus, dat je eigenlijk bezig gaat met, je focust je dan op je hart, je mediteert je dan zeg maar op die goddelijke kern in je. En dan ga je ook weer visualiseren dat die groeit en dat die om te beginnen dus je borst inneemt en dan ook je buik erbij, je hele lichaam, dat je uiteindelijk in een gouden ei zit van die goddelijke kracht. En dat gouden ei dus groter wordt en dus wat dat betreft alles en iedereen wat je aanraakt, dat raakt dus dat goddelijke en dat goddelijke vanuit die genade en voedende energie, het transformeert gewoon alles wat jou aanvalt. En dat ei, dat maakt je uiteindelijk zo groot dat je hele aura, je hele wezen daarin past. En dat het dus zeg maar iets wat jou aan zou vallen, eerst langs God zou moeten om jou aan te kunnen vallen. Dat vind ik zelf de fijnste visualisatietechniek om van dingen af te komen. Een andere techniek die ook veel gebruikt wordt is eigenlijk een beetje een boekhouding om te zeggen van ik creëer gewoon een bol boven mijn hoofd, visualiseer ik en alle energieën die niet van mij zijn, die niet bij mij horen, die laat ik daar naartoe trekken en die stuur ik dan weer terug. En de energieën die mensen van mij hebben afgenomen, visualiseer ik weer zo'n bol als een magneet, trekt al die energieën weer terug, zodat je die in je lichaam kan trekken. Maar als je bezig bent als healer moet je een beetje
afhankelijk van die healing techniek kun je dus ook weer al je healingen omgedaan maken. Dus ideaal gezien, als je als healer ook niet werkt met je eigen energie, maar alleen maar energie doorgeeft of ergens van aantrekt, dan werk je healing prima door, want het is niet je eigen kracht. Maar sommige healers die heel veel van hun eigen energie erin stoppen, het is ook gewoon een techniek die ik niet zou aanraden om te veel van je eigen energie kwijt te raken bij een healing. Maar je kan toch zeggen van, breng alleen de energie terug die ik nog nodig heb? Dat zijn moeilijke dingen vaak, hoor. Ja. om dat goed helder te krijgen. Ja. Verder is het ook altijd van belang dat als je een contact aangaat, om daarin ook je intentie duidelijk te stellen. Want als je gewoon de intentie hebt van oké, ik ga deze persoon behandelen, maar ik ga niks van mezelf weggeven en ik ga niks van die ander toelaten, dan programmeer je ook jezelf om dat niet te doen of daarvoor te waken. Dus vaak, wat ik ook wel deed, toen ik nog regelmatig behandelde, dan nam ik gewoon voor iedere klant eventjes de tijd, heel eventjes mediteren, om maar te zeggen van oké, dit is mijn energie. En aan het einde, dan voel ik ook eens van oké, dit is mijn energie, dit is energie die niet bij me hoort, en laat die er eventjes wegvloeien. Ja. Dus als je voelt dat er iets binnenkomt, wat ik dan vaak doe, is gewoon even proberen te verzamelen. Dus van oké, laat al die energie naar mijn handen toe komen die niet bij me hoort, en dan zit ik die even op de aarde. Dan laat ik gewoon de aarde weer de energie opnemen. Het voelt vaak een beetje alsof je je handen in de klei zet en dan trek je hand eruit terug. Maar die energie blijft achter in de klei, zeg maar. Mm-hmm. Zo'n gevoel. Echt even verbinden en dan er zelf uit terugtrekken. Ja. En dat is vaak als je inderdaad veel met je handen werkt, met massage, vind ik dat een heel fijne techniek om te gebruiken. Of handen wassen. Anders was het. Dus kunnen ook. Ja. Maar ik zeg dus van tevoren van je eigen overheid kunnen visualiseren dat je dus die beschermende soort bescherming heen zet. Ja. Dan is het gouden ei is natuurlijk goed gereed. Ja. Dat vind ik zelf heel fijn. Okay. Een techniek die ook goed werkt is om gewoon te voorkomen dat energieën te ver in je lichaam komen. Want je wilt je vaak ook niet helemaal afsluiten. Maar wel inderdaad dus nog energie op kunnen pikken, maar niet dat het je te veel beïnvloedt. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen is gewoon met lavendelolie, je polsen afsluiten. Zodat het niet via, het kan dan wel met je handen kun je het voelen en je kunt zien wat het is, maar het gaat dan niet de rest van het systeem doen. Mm-hmm. Dat doe je dan ook hier achter je oren. Zodat je derde oog en je kruinchakra kunnen dan wel die energie oppikken van die persoon, maar dat kan dan niet de rest van het systeem beïnvloeden, dus dan hoef je alleen maar je handen en je hoofd eventjes te reinigen. Dus dat is ook een vrije techniek, vind ik altijd. Ja. Je ziet salie, die wordt ook veel gebruikt. Wat is dan specifiek van salie? Dat doet het zelf effect? Of is je het rein in de ruimte? Of het is het smutje? Het is eigenlijk salie geeft eigenlijk een hogere energie af, waardoor die lage energieën zich kunnen transformeren. Dus het is eigenlijk een uitnodiging van die lage energie, van kijk, je kunt nu gevoed worden, je kunt nu opgaan, je kunt nu loslaten, laat maar los. Het is een heel zachte techniek, het werken met wierook. Palo Santo, sandelhout, heeft eigenlijk een soortgelijke functie. Je kunt ook inderdaad bepaalde, bijvoorbeeld midden, kun je gebruiken juist om hoge energie uit te nodigen. Dus dat is ook een methode om jezelf meer op te laden met een positieve energie. Want als jouw energielichaam heel compact en goed gevuld is, dan kan ook een andere energie minder makkelijk jou lastig vallen of binnendringen. Dus vaak tijdens momenten dat jij ziek bent of moe bent of in de war of emotioneel bent, dat zo'n energie ook bij je binnen kan komen. Dus ook het bewaren van je eigen balans en ook de controle over jezelf is ook heel erg van belang. Om goed beschermd te zijn. Als je bijvoorbeeld inderdaad werkt met wierook, dat werkt vaak dus wel op de niet bewuste krachten, de geest die gewoon een beetje zit te treiteren. Maar als iemand dus een bewust een aanval op je richt, dan is salie helaas niet voldoende. Wat wel kan helpen is inderdaad ook als alles heeft voeding nodig. En door regelmatig je huis te reinigen en die energie zuiver te houden,
die lagere krachten die kunnen zich nergens aan voeden omdat die energieën veel te hoog zijn voor ze. Ja, dus dan is het de keuze van ofwel ik moet mezelf transformeren om die hoge energie te kunnen gebruiken. Ja, dan plaats ik ook een spelletje los. Ofwel ze moeten dan weer weggaan. Dat is anders gewoon veranderen. Dus het creëren van een goede energie om je heen is ook een methode om ervoor te zorgen dat zeg maar, die aanval en die lage energie die je al oppikt, dat die ook van heel kortere duur zijn. Ik had de Egyptische healer die had het over rode musk om dat te gebruiken om tegen entiteiten of tegen geesten. Heb je daar ook iets voor? Ja, rode musk is wat dat betreft een aantrekker. Zeg maar, dus die trekt wat hogere energieën aan, waardoor jouw eigen energielichaam wat opgevuld wordt, wat steviger wordt. En zich daar dus beter tegen kan verzetten. De energieën die het aantrekt zijn niet bijzonder hoog, maar inderdaad voor een healing of zo is dat prima. Het probleem is altijd zeg maar iedere energie waarmee jij jezelf opvult, dat houdt je ook een beetje vast op dat bewustzijnsniveau. Het probleem is een beetje dat ijlere energieën ook makkelijker opzij geschoven worden door die hele zware energieën. Dus als je bijvoorbeeld zou zeggen van oké, ik ga juist een heel ijle energie doen, ik ga me richten op bijvoorbeeld de lelie of zo, lelie, lotusolie, dat heeft een heel hoge energie, dat kan je ook wel opvullen. Maar als iemand is die heel agressief is, dan is die lotusenergie wat gewoon een keer opzij gekieperd en dan heb je toch die agressie die heel erg een hap uit je kan nemen. Een rode musk is veel steviger. Dus aan de ene kant als je bijvoorbeeld last hebt van iemand die echt heel haatdragend is of zo, heb je daar veel minder last van. Maar je wordt niet zo omhoog getrokken door die rode musk. Zoals je. Je hoort wel eens dat ze boodschappen mee zenden met muziek. Is dat ook zoiets? Is dat ook zoiets dat je mensen beïnvloedt of negatieve sfeer om je heen creëert door boodschappen mee te zenden met muziek, teksten, kan? Ja, eigenlijk het punt is alles wat je maakt, gaat ook iets van je bewustzijn in zitten. Zeg maar deze video, mensen die naar kijken, die verbinden zich ook een beetje met het bewustzijnstaat waarin ik ben. Hetzelfde ook met een boek wat iemand is geschreven of muziek die iemand is gemaakt. Dus je verbindt je eigenlijk met de bewustzijnstaat van de maker. Zit er vaak in. En daar kunnen dan nog bepaalde emoties of bepaalde dingen bij gaan spelen als hij die op dat moment sterk heeft tijdens het maken. Dus wat dat betreft heeft dat een heel duidelijke invloed op inderdaad. Het is ook een energie inderdaad die bij je binnen kan komen. Zowel positief als negatief. Ik denk wel meerdere mensen gebruiken ook muziek om zichzelf in een bepaalde bewustzijnstaat te brengen. Om juist heel meditatief te worden of juist bij hun emotie te komen of energie van te krijgen. Dus wel, daar zijn ook studies op gedaan om te kijken inderdaad correlatie te vinden tussen wat voor staat is iemand, hoe vriendelijk of hoe sociaal is iemand en wat voor muziek houden ze van. En wat dat betreft blijkt dus een beetje die dance en die rapmuziek en die housemuziek, dat vaak een beetje past bij een wat meer agressieve persoonlijkheid. Wel heel energiek, maar soms ook wel een beetje heel erg op zichzelf gefocust, een beetje egocentrisch. Blijkt dat wat meer klassieke muziek en dat soort dingen, dat het vaak past bij eigenlijk heel mentale types, meer filosofische types die vaak denken en overpeinzen en heel erg daarin zitten. En blijkt dat de wat meer rockmuziek, jazzachtige muziek, dat wat meer op de emotie speelt, dat het meer een uitdrukking is van bepaalde gevoelens en staten, dat vaak een beetje meer empathische mensen zijn, die dus vaak wat meer in hun gevoel zitten of in hun sociale, heel sociaal open zijn, van oké, wat willen andere mensen, wat is mijn positie? Vaak ook een beetje onzekere mensen. Want dat krijg je ook natuurlijk als je gevoel zo open is en
je niet zo in jezelf opgesloten zit, dan kom je in een grotere realiteit. En dat brengt vaak in eerste instantie ook veel onzekerheid met zich mee. En carnavalsmuziek? Waar zijn wij geen studies van bekend? Dat maakt mensen wel heel vrolijk, hè? Ja, ik zou denken, het is voornamelijk energiegevend. Hè? Ja. Ja. Dus ja, ik denk dat, ja, dat mensen er niet zozeer open van gaan worden qua hun hart, maar wel meer gewoon in ja, energie van krijgen. Net zoals house en ja. Ja, ik denk dat het in die categorie zou gaan. Ja. Ja, wat je. Oh. 3:30. Oh, oké. Okay. Ik ga hem vast even bij houden. Ja, dank je. Het gaat best hard. Ja, dan een andere hele belangrijke truc, zeg maar voor zelfbescherming, is vaak dat je een soort eikpunt voor jezelf wordt. Want je hebt vaak niet van jezelf door als je ergens last van hebt. Want je denkt van, ach, dat hoort bij mij, of ik heb nu helemaal een slechte dag, of wat dan ook. Maar wat je kan doen is bijvoorbeeld jouw eigen energie vastzetten in een voorwerp, in een kristal. En dan kun je gewoon zien van oké, zo ben ik eigenlijk, zo is mijn energie als ik me goed voel en hoe voel ik me nu. Dat je daarna weer terug kan gaan. Fluoriet, je hebt van die fluoriet octaeders, zo'n 8-kantige fluorietsteen, die zijn heel goed in het vasthouden van energieën. En dus dan kun je gewoon zeggen van oké, ik heb nu lekker gemediteerd, ben helemaal bij mezelf, die energie zet ik vast in die steen. En als je een dag gewerkt hebt, dat je even kijkt van oké, ik wil weer nu terug naar die staat. En dan had je eigenlijk datzelfde energieprogramma van jezelf, wat je in die steen hebt gezet, dat je dat weer ook bij jezelf oproept. Om weer echt even goed in balans te komen. Ja, oké, dat is het dan. Ja? Oké.